Hoofdstuk 46. Alice bond de laatste tak stevig vast en inspecteerde tevreden het platform dat ze in een boomvork gebouwd had. Zo moet het maar goed zijn. Het was ongeveer 2 bij 2 meter en bood meer dan genoeg ruimte voor Evelien en Alice, zodat de meisjes op hun gemak konden gaan zitten wachten tot het geheimzinnige monster zich zou vertonen. Het monster dat, zoals de Hassan nu bij hoog en laag beweerde, het Utowoud onveilig maakte. Ze waren diep het bos ingelopen tot waar het monster niet zo lang geleden liefst 4 Hassanu tegelijk had gedood. Ze noemden het Kyofu, ofwel de verschrikking. Evelien stond beneden te wachten, 4 meter onder Alice. Ze keek nerveus om zich heen. Het werd al laat, het zou snel donker worden, en de verschrikking was blijkbaar vooral 's nachts actief. Het was niet zo moeilijk om binnen de muren van het paleis van Nimatsu te lachen om de bijgelovigheid van de Hassanu, maar het was een ander verhaal als je hier in de sneeuw stond, midden in een enorm bos, terwijl de schaduwen om je heen langer en dieper werden. Toen het nog licht was, had Evelien met gemak een stapel geschikte takken bij elkaar kunnen zoeken. Maar de laatste keer dat ze erop uittrok, was ze steeds dieper het woud ingedwaald en daar werd het inmiddels flink donker. Ze merkte dat ze steeds even achterom keek terwijl ze bezig was en dat ze opschrok bij elk onverwacht geluid uit het bos. "Gooi je touw eens naar beneden," riep ze, "dan kom ik ook naar boven. Even wachten nog." Alice stond voorzichtig op en liep naar het midden van het platform. Ze deed heel voorzichtig en voelde met elke stap of de vloer onder haar het hield. Stel je voor dat ze er doorheen zou zakken. Pas toen ze zeker was dat het platform haar gewicht gemakkelijk hield, liep ze terug naar de rand en duwde met haar voet de rol touw naar beneden. Dwars door de takken kringelde het tot voor de wachtende prinses. Evelien klom langs het touw naar boven, zo snel als ze kon, zonder te verraden hoe zenuwachtig ze was. Eenmaal hoog en droog in de boom trok ze het touw snel omhoog en rolde het weer netjes op. Daarna zocht ze een plekje waar ze lekker kon gaan liggen, alhoewel lekker natuurlijk maar relatief was in dit grote kraaiennest. Alice had al die tijd grijzend zitten toekijken. "Was je bang dat de verschrikking achter je aan kwam klimmen?" vroeg ze plagerig. Evelien keek haar koeltjes aan en zei niets terug. Inderdaad, ze was best bang. De duisternis sloop steeds verder het bos in. De twee meisjes gingen zitten wachten. Het was koud en de takken prikten overal. Het enige geluid dat ze hoorden was het geknor en gesnuif van het biggetje dat beneden aan een boom vastgebonden was. Als lokaas om de verschrikking uit zijn tent te lokken, als hij een tent had natuurlijk. Zodra hij kwam opdagen, wat hij ook was, hoopte Alice dat ze hem met de 2 lichtgewichte jachtsperen die naast haar klaar lagen zou kunnen doden. Die wapens hadden ze mogen lenen van de Hassanu. Het was dan best moeilijk geweest om speren te vinden die licht genoeg waren, zodat ze er een beetje mee overweg konden. Uiteindelijk hadden ze zich tevreden moeten stellen met een stel oefensperen, gemaakt voor de oudere kinderen van de Hassanu. Met die speeltjes konden ze goed overweg en daarnaast had Evelien natuurlijk altijd nog haar slinger en een voorraadje zware lode kogels. "Het is eigenlijk niet eerlijk voor het biggetje," fluisterde Evelien zachtjes. "Maar als je wilt kunnen jullie van plek ruilen hoor," spotte Alice. "Wat denk je dat het is, die verschrikking bedoel ik?" "Ik denk een of ander roofdier, zoals Nimatsu zei. Misschien een beer, die heb je hier wel in de bergen. En hij zei ook dat hier vroeger, lang geleden, sneeuwtijgers rondliepen. Misschien is het er zo een." "Maar niemand heeft het beest ooit gezien of zelfs maar gehoord. Dat klinkt niet als een beer of zo." Alice keek haar even aan. "Ben je al veel beren in je leven tegengekomen?" Evelien moest wel lachen. "Wat ik in elk geval zeker weet, is dat het geen demon uit een andere wereld kan zijn," mompelde Alice. "Laten we nu maar stil zijn." Ze gebaarde Evelien dat ze moest proberen te gaan slapen, terwijl zij de eerste wacht op zich nam. Dus liet Evelien zich voorzichtig lang uit op de knobbelige takken zakken en probeerde zo te draaien en te schuiven dat ze een beetje lekker lag. Ze deed haar ogen stijf dicht, maar toch duurde het nog een tijd voor ze in slaap viel. Haar zenuwen waren zo gespannen als een snaar, terwijl ze luisterde hoe de wind zachtjes door de kale takken blies, hoe in de verte een nachtvogel opfladderde van zijn tak en hoe een stuk of 10 andere onzichtbare beesten hun duistere dingen deden, beneden tussen de bladeren op de grond. Het was alsof ze nauwelijks een minuut hadden gedoezeld toen ze ineens wakker schrok omdat Alice haar hand op haar arm legde. "Is er iets?" fluisterde ze. Alice schudde haar hoofd en antwoordde ook op fluistertoon. "Nee, niks. De beest schrok 20 minuten geleden even wakker, maar die ligt nu lekker weer te slapen." Ze keken samen naar beneden, naar de open plek beneden hen. Naast zijn boom lag het kleine dier vredig te dromen. "Nou,
Hij lijkt nogal op zijn gemak, zei Evelien. Misschien had hij last van de nachtmerrie? Ze kroop naar de rand van het platform en pakte de rol touw. Alice hield haar tegen. Ze fluisterde nog steeds. Evelien kon horen dat ze niet echt ontspannen was. Waar wil je naartoe? Evelien bloosde. Het was maar goed dat het zo donker was. De natuur roept, zei ze enigszins gegeneerd. Ik heb te veel water gedronken bij het avondeten. Dat kwam waarschijnlijk door die zure augurken, daar krijg ik dorst van. Vastberaden trok Alice het touw uit haar handen en legde het midden op het platform. Houd het maar op, zei ze. Er gaat hier voor zonsopgang niemand naar beneden. Nou Alice, wees alsjeblieft niet zo onredelijk, zeg. Als die verschrikking hierin ergens in de buurt is, dan zou ons biggetje niet zo lekker liggen te slapen, dan had hij al lang waren gewaarschuwd. Ik weet zeker dat het veilig is. We hebben al uren iets raars gezien en gehoord. Dat moet echt heel nodig. Ja, dat zeiden die 17 Hassan nu ook die het monster gedood heeft. 3 van hen werden uit hun tent geroofd zonder dat de anderen er iets van merkten, weet je nog? Evelien, alleen hier in de bomen zit veilig. En zelfs daar ben ik niet zo zeker van. Evelien aarzelde. Die Matsu had over die verschrikking een paar akelige verhalen verteld waar je echt kippenvel van kreeg. Zoals Alice al zei, het beest had af en toe tussen mensen meegenomen die gewoon midden tussen anderen hadden liggen slapen en niemand had iets gemerkt. Nou, goed dan, voor deze keer, zei ze, met gespeelde tegenzin die ze al lang niet meer voelde. Het idee dat de verschrikking daar ergens vlakbij hen rondhing, misschien wel recht tegenover de boom waarin zij zaten, deed haar nekharen recht overeind staan. Maar dat zou ze natuurlijk nooit toegeven, zeker niet tegenover Alice. Ga jij nou maar slapen, dan neem ik de wacht wel. Alice keek haar dreigend aan. Niet stiekem toch weglopen hoor, zodra ik eenmaal slaap, waarschuwde zij. Evelien schudde haar hoofd. Nee, dat zal ik niet doen. Alice ging liggen en trok haar mantel strak om haar hals. Ze leek veel sneller in dromenland dan Evelien. Binnen een paar minuten klonk haar ademhaling zo regelmatig dat ze wel moest slapen. Af en toe knorde ze verontwaardigd als ze ging verliggen en de takken in haar rug prikte. Evelien zat verveeld te kijken hoe de maan langzaam door de bomen omhoog klom, om daarna verrassend snel weer te dalen. Het bos was stil en pikdonker. Je hoorde geen vogel meer en ook de andere dieren hielden zich stil. Alleen de wind was er nog. Een keer, vlak voor zonsopgang, leek die ineens aan te wakkeren en Evelien ging rechtop zitten. Nerveus keek ze om zich heen. Maar toen besefte ze dat het maar een windvlaag was geweest en haar schouders zakten weer omlaag, net als haar hoofd. Ze moest vreselijk gapen. Haar oogleden werden steeds zwaarder en ineens schrok ze overeind. Misschien was ze wel even weggedommeld. In elk geval ging haar hoofd wel erg ver naar beneden. Ze schudde haar haren heen en weer, haalde eens diep adem en keek naar beneden in het grauwe ochtendgloren. De big lag er nog steeds, daar beneden in de sneeuw. Verder zag ze niets, helemaal niets. Ze kroop naar de andere kant van het platform en keek naar beneden. Ook niets. Ze graapte weer. De takken om haar heen waren intussen bedekt met een dun laagje sneeuw, of rijp. Ze veegde het bij elkaar en wreef het koude spul in haar gezicht en ogen. Een paar minuten lang hielp dat en was ze klaar wakker. Maar toen voelde ze haar oogleden weer zwaar worden en haar hoofd zakken. Ze dwong haar ogen wijd open, gierde nog eens en wilde dat ze niet zoveel water gedronken had. Nog nooit was ze zo blij geweest met een verdere doodnormale zonsopgang. Het eerste grijze licht gleed tussen de bomen door omhoog. Ineens besefte ze dat ze alles weer scherp zag, in plaats van alleen maar wat vage silhouetten. En toen werd het een beetje rood in het oosten. Ze zag het dwars door de takken en boomstammen door. Zonder dat ze precies het moment had kunnen aanwijzen, was er ineens licht in het bos. Raar, dacht ze, hoe alles er ineens lang niet zo angstaanjagend meer uitziet. Alice bewoog, rolde zich om en ging zitten. Ze wreef in haar ogen. Is er iets gebeurd? Vroeg ze. Al wist ze natuurlijk dat Evelien haar dan al lang had wakker gemaakt. Nee, blijkbaar zitten we hier in het saaiste gedeelte van dit woud. Er was hier helemaal niets, behalve wat torretjes op de grond en een enkele nachtvogel. En zelfs die leken zich na een tijdje zo te vervelen dat ze in slaap vielen. Ik denk dat we nog een nacht... Evelien zweeg. Alice kneep hard in haar onderarm, zo hard dat het pijn deed. Kijk dan, zei de koerier van de koning. Kijk, ons biggetje. Evelien volgde de uitgestoken arm en vinger. Ze voelde rillingen over haar rug gaan. De sneeuw rond het kleine beestje was vuurrood. Alice schaarde naar het touw en kroop naar de rand van het platform. Ze wilde haar touw laten zakken. Maar ineens deinsde ze achteruit en kwam teruggelopen naar het midden. Kijk nog eens daar, fluisterde ze met ingehouden stem. Niet opstaan hoor, dadelijk val je nog naar beneden.
Op handen en knieën kroop Evelien naar de rand van hun platform en keek door de takken naar beneden. De sneeuw onderaan de stam van hun boom was helemaal plat getrapt. Sporen van een of ander groot dier dat blijkbaar een paar keer rond de boom was gelopen. Aan één kant was een langwerpig deuk in de sneeuw waar het dier blijkbaar de tijd had gelegen. Had liggen wachten, omhoog liggen kijken. Heb je helemaal niets gehoord? Vroeg Alice. Evelien, met grote ogen van schrik, schudde haar hoofd. Helemaal niets, zei ze. En toen herinnerde ze zich iets. Even voor de zon opkwam dacht ik dat ik een windvlaag hoorde, maar dat was alles. Verder helemaal niets. Ze wees naar het karkas van het arme biggetje. Dat hij dat deed, heb ik zeker niet gehoord. Ik zweer dat ik de hele nacht wakker ben gebleven. Trillend van angst en ontzetting herinnerde zich hoe ze nog even overwogen had naar beneden te klimmen. Tjonge, ik was bijna naar beneden geklommen. Misschien lag het toen daar ook al te wachten. Alice knikte. Er lag een steen op haar maag, zo bang was ze. Ze had geen enkel idee hoe lang het enorme monster, wat het ook was, naar beneden had liggen kijken. En wachten. Na een tijdje raapte ze al haar moed bij elkaar en liet ze zich naar beneden zakken. Ze bestudeerde de sporen in de sneeuw. Dit lijkt nog het meest op een reusachtige kattenpoot, merkte Evelien op, wijzend naar een spoor in de sneeuw. Ze bleef steeds achterom kijken terwijl ze de indrukken bestudeerde. Alice was naar de plek gelopen waar het dier was gaan liggen in de sneeuw. Het moet wel 4 meter lang zijn, fluisterde ze. Wanneer ik waar het wilde bij was, liet ze goed die sporen lezen. Ja, ik had ook liever dat hij erbij was, zei Evelien. Maar daarbij dacht ze eerder aan wilschoten bogen en scherpe pijlen. En aan de bescherming die de wapens zou kunnen bieden. Alice keek er even achterdochtig aan, maar begreep toen dat ze wat anders bedoelde en de rimpels in haar voorhoofd verdwenen weer. Ze liep naar het biggetje dat daar stijf en koud lag. Evelien volgde haar zenuwachtig, haar saksische mes in haar hand. Alice duwde met de punt van een van haar speren tegen het varkentje. Zo te zien was het gedood met een forse uithaal van een scherpe klauw die de keel van het biggetje had opengereten. De verschrikking heeft het beestje wel gedood, maar hij heeft er niet van gegeten, merkte ze op, en het ook niet meegenomen voor later. Evelien keek er angstig aan. Wat betekent dat dan? Vroeg ze, hoewel ze dacht dat ze het antwoord al wist. Dat betekent dat de verschrikking niet wilde dat ons biggetje alarm sloeg. Hij was helemaal niet in ons varkentje geïnteresseerd. Hij zat achter ons aan. Hoofdstuk 47. De volgende keer komen we niets meer zo gemakkelijk vanaf, zei Halt. Ze hadden maar 6 man verloren en 10 waren er gewond geraakt, van wie 4 ernstig. Aan de andere kant hadden ze meer dan 70 katana in beslag kunnen nemen, met bijbehorende borstpanzers en helmen. Die waren van gesneuvelde essentie en er waren aan die kant natuurlijk ook veel gewonden gevallen. Terwijl de Goyus met de essentie van Shigeru weer naar boven naar Rankoshi klommen, had Halt Mikiru en wat vrienden de opdracht gegeven om alle sporen die naar het geheime pad konden leiden zorgvuldig uit te wissen. De jongens verzonden een handige manier. Met grote stukken zeil, die ze uit het verlaten tentenkamp meenamen, sleepten ze de sneeuwvlakte voor de opening in de bergrand weer helemaal glad. Het leek of er nog nooit iemand gelopen had, laat staan een heel leger. Die Mikiru was een slim baasje, dacht Halt. Hij was enthousiast en zat vol ideeën, een soort wil. Een paar lijfwachten van de keizer bleven beneden de wacht houden, voor het geval de vijand per ongeluk alsnog de geheime route zou vinden. De aanvoerders bespraken de veldslag in de blokken van Shigeru. Had dat net hardop uitgesproken wat ze allemaal dachten. Arisaka is natuurlijk niet gek, beaamde Shigeru. Hij zal zich wel 2 keer bedenken voordat hij ons in de wilde weg aanvalt zoals Todoki deed. Hij zal ongetwijfeld met zijn staf overleggen hoe ze zich het beste kunnen verweren tegen onze nieuwe gevechtstactieken zoals Shoko die bedacht heeft. Daar beknikte hij naar Will, die fronste toen hij zijn nieuwe bijnaam hoorde. Maar het was nu niet het geschikte moment voor een lesje Nionya. Wat we moeten doen is ons in Arisaka's positie verplaatsen, ging Halt verder. Wat zouden wij verzinnen als we ons teweer moeten stellen tegen 2 stekelige schildpaddigoyus? 4 schildpaddigoyus, verbeterde Wilhelm. Tegen de tijd de sneeuw gesmolten is, hebben we tenminste 200 kikori getraind. Ze leerde en knikte. Dat moet haalbaar zijn. Goed, zei Halt. 4 goyus. Maar dat betekent nog steeds dat ze meer manschap hebben dan wij. En deze keer zullen wij het zonder het verrassingseffect moeten doen. Arisaka weet nu hoe wij vechten. Dus stel je voor dat jullie Arisaka zijn. Wat zou je doen? Sleten schraapte zijn keel en iedereen keek in zijn richting. Daar hebben we het in Toscane ook wel over gehad, zei hij. Je kunt bijvoorbeeld met zwaardere wapens of artillerie het schild van de schildpad aan Tigelis slaan.
Zodra de mannen daarachter niet langer hun schilden hebben, kunnen de Sensi hun normale gevechtstactiek gebruiken, zeker tegen die arme Kikori van ons, gewoon man tegen man. Maar Arisaka heeft hier helemaal geen zware wapens, blijdes of zo, en die hierheen halen door de bergen, dat is ook geen optie, wierp Halt meteen tegen. Dat is waar, moest Soleten toegeven. Nou, daarnaast zijn de boogschutters de beste optie, denk ik. Hij wendde zich tot Shigeru. Over hoeveel boogschutters kan hij volgens u beschikken? De keizer moest even nadenken voor hij antwoord gaf. Hoogstens een stuk of 30. De gewone Senshi deden niet voor een boogschieten. Dat was meer iets voor de hogere adel. Nou, 30 boogschutters kunnen heel wat ellende aanrichten, merkte Will op. Annette leunde naar voren. Maar de kamee, de schildpadformatie, die beschermt zich ook tegen pijlen. Niet als ze een omtrekkende beweging kunnen maken en ons van achteren aanvallen, zei Soleten. Dan moet de tweede linie zich omdraaien, blijft er van de bovenkant van de kamee niet veel over. Ze kunnen dan geen schild meer over hun hoofd houden. Arnoud was niet onder de indruk. Nou, dan kiezen we toch een plek waar het niet kan. De kloof beneden is de palissade, is heel geschikt. Dan blijven we gewoon hier en wachten rustig af. Nee, dat kan niet, protesteerde Halt. We moeten het initiatief houden en Arisaka aanvallen. Hij had natuurlijk versterkingen in het zuiden. Als hij genoeg mannen bij elkaar heeft, neemt hij ons fort alsnog in. Het probleem is eerder. Zijn stem stierf weg. Blijkbaar aarzelde hij om hardop te zeggen wat hem dwars zat. Shigeru keek hem aan. Het probleem is wat, Hato-san? Met duidelijke tegenzin gaf de grijze jager antwoord. We kunnen het ons niet veroorloven hier achter die houten muur te blijven zitten en ons alleen te verdedigen. In dat geval zou Arisaka uiteindelijk hoe dan ook winnen. Het moest zo natuurlijk zijn als hij het fort gewoon veroverde en ons uitroeit of gevangen neemt. Maar als het hem te lang duurt, dan laat hij toch gewoon een garnizoen achter dat ons hier opgesloten houdt. En hij marcheert zelf gewoon op naar het zuiden en zet zichzelf op de troon. Hij zegt dat u dood bent en niemand kan bewijzen dat het niet zo is. Shigeru knikte. En als hij eenmaal op mijn troon zit, wordt het heel moeilijk om hem weer af te stoten. Precies. Dus moeten we hem dwingen de strijd aan te gaan. We moeten hem eens laten denken dat hij kan winnen. En om dat te kunnen moeten wij slimmer zijn dan hij en precies weten wat hij gaat doen en wat wij daartegen kunnen beginnen. Het belangrijkste is dus dat hij een manier verzint om door onze muren verschilden heen te breken, zei Will langzaam, en ons liefst meteen overvleugelt. Ik bedoel om ons heen weten te komen. Heb ik dat goed begrepen? De andere knikte. Will redeneerde verder. We weten dat hij genoeg mannen heeft om ons ook van opzij aan te vallen als we in open terrein aanvallen. Zolang hij ons kan attaqueren en ons tegelijk op afstand houdt, dwingt hij ons dus om hem aan te vallen. De punten van onze schilden werken alleen als we dicht genoeg bij de vijand kunnen komen. Maar zodra wij gedwongen worden een uitval te doen, komend vanuit een naar we mogen aannemen goed verdedigbare positie, dan stellen we ons dus meteen bloot aan een aanval van opzij op onze flanken. Arnoud probeerde zijn logische gedachtegang zorgvuldig te volgen. Er was geen spel tussen te krijgen. Hoe doet hij dat dan, ons tegelijk aanvallen en toch op een afstandje houden? Ik zat te denken aan iets als de Macedonische phalanx, zei Will. Shigeru merkte op hoe Halt, Soleten en Arnoud ineens de adem inhield. Ze knikten alle drie nadenkend. Wat is dat, een Macedonische phalanx? Vroeg de keizer. De Macedoniërs hebben een bijzonder effectieve slagorde ontwikkeld, die ze de phalanx noemen, legde Halt uit. Die bestaat uit een groep krijgers met heel lange lansen, wel 4 meter lang. Met die lansen kunnen ze de voorste linie van de vijand vernietigen, voordat hij zelf iets terug kan doen. En jullie denken dat die Arisaka wel weet wat het is, zo'n phalanx, en hoe dat werkt. Nou, niet direct, antwoordde Halt, maar dat betekent niet dat hij niet zelf op het idee komt om lanciers of pikeniers met lange lansen te gebruiken. Het zou me eerder verbazen dat hij daar niet op komt, het ligt nogal voor de hand. Het is de enige manier waarop zij iets tegen onze schildpad zouden kunnen doen, zonder gevaar te lopen door onze korte speren doorboord te worden. We zouden dan inderdaad gedwongen worden dichtbij te komen, merkte Arnoud op. Dan stoten wij onze schildenbuur aan diggelen. En dan kunnen zij ook meteen die omtrekkende beweging beginnen, voegde Soleten toe. We kunnen misschien onze werpspeer gebruiken als phalanx lansen, stelde Arnoud voor. We gooien maar 1 keer en gebruiken de rest van de speren van de tweede of derde linie als steekwapens. Halt wreef over zijn kin. Dat zou kunnen werken. Waarschijnlijk heeft Arisaka trouwens niemand die getraind is in het werken met lange lansen, zoals de Macedoniërs die gebruiken. Dat heb je natuurlijk ook niet zo snel onder de knie. Het zijn best lastige wapens. Ik denk eerder dat als Arisaka op het idee komt, hij speren van normale lengte zal gebruiken. Dus dan is het speer tegen speer. Op zijn best krijgen we dan een onbesliste strijd.
Op een gegeven moment zullen we toch dichterbij moeten komen en het gevecht moeten aangaan. Dan zijn wij weer in het voordeel. Maar het blijft een feit dat we een manier moeten vinden om te voorkomen dat hij ons over de vleugels aanvalt. Daarbij zou het handig zijn als we een stuk of 50 boogschutters bij de hand hadden, zei Wil. Ja, en als we die konden trainen en als ze bogen voor hen hadden, dat was Arnoud. Wil knikte moedeloos, maar toen hij weer opkeek, zag hij iets glimmen in de ogen van zijn oude mentor. Ik heb een idee, zei deze opgewekt. Kom Wil, dan gaan we onze jonge vriend Mikiru opzoeken. Wil haalde Mikiru, stond op het exercitieterrein waar de Goju's van de Kikori altijd oefenden. De mannen waren met andere dingen bezig, dus hadden ze het veld voor zich alleen. Mikiru, begon Halt, kun jij een speer gooien? De jonge Kikiru knikte enthousiast. Nou en of, Halt-san, dan leren wij Kikori allemaal, al heel jong. Prima. Halt stak de jongen een van de werpsperen toe die de Kikori gebruikte voor de jacht en wees naar een paal op een meter of 40 afstand. Aan die paal had hij een van de borstkurassen van Arisaka's mannen gehangen. Probeer dan maar eens het borstpanzer door daar te raken. Mikiru woog de speer in zijn hand en zocht naar de beste plaats om hem vast te houden. Daarna liep hij een eindje naar voren, tot de paal nog een meter of 30 van hem verwijderd was. Hij trok zijn rechterarm naar achteren, zette zijn linkervoet naar voren en gooide toen de speer in een flauwe boog naar het doelwit. En inderdaad raakte hij de borstplaat. De punt van de speer ging er doorheen en speer en plaat kletterden op de grond. Hans zag hoe gecoördineerd de jongen te werk ging om maximale kracht in zijn worp te leggen. Heel goed, zei hij. Wil, hang je alsjeblieft het doelwit weer op. Wil liep naar de paal, trok de speer uit het borstpanzer en hing het weer op. Het draaide zich om en zag dat Halt intussen de afstand tot het doel vergroot had tot een meter of 50. Wil holde terug. Halt nam de speer van hem over en gaf die weer aan Mikiru. Probeer het nu eens van hier. Maar Mikiru schudde zijn hoofd. Dat is veel te ver, daar is de speer te zwaar voor. Dat vermoedde ik al, zei Halt. Hij opende een rol canvas die hij bij zich had, trok een vreemd uitziend wapen eruit en gaf het aan Mikiru. Het was een soort reusachtige pijl, meer dan een meter lang en gemaakt van bamboe, met een zware ijzeren punt aan één kant. Aan de andere kant zaten drie leren vinnen, net als de veren van een gewone pijl. Boven de vinnen was een groef rond de schacht gekerfd. Probeer het eens met dit ding, zei Halt. Mikiru bewoog de pijl in zijn hand en schudde weer zijn hoofd. Nee, deze is weer te licht, Halt-san, en de punt is te zwaar, daar kan ik geen kracht mee zetten. Precies, Halt was het geheel met hem eens. Nu haalde hij een dunne leren riem tevoorschijn, met aan het ene eind een knoop en aan het andere eind een lus. Het einde van de knoop wikkelde hij om de schacht waar de groef zat. Hij hield de pijl goed vast tussen duim en wijsvinger, legde de rest van de riem tegen de pijl, tot bij de punt, waar, zag Wil nu, dun touw om de schacht gewikkeld was, als een soort handvat. Daarna greep hij Mikiru's rechterarm en stak hij door de lus aan het eind van de riem. Hij liet de pijl vastpakken bij het handvat en verzorgen dat de riem strak gespannen bleef. Wil zag dat de jongen het al begon te snappen. Probeer het nu maar eens, zei Halt. Met een brede grijns op zijn gezicht mikte Mikiru op de borstplaat in de verte. Hij boog zich achterover, stak zijn arm naar achteren en gooide de pijl naar het doel. Het leren riempje maakte in wezen zijn arm een heel stuk langer, zodat hij met veel meer kracht kon gooien. Zodra de speer onderweg was, liet het eind met de knoop in gewoon los en bleef aan Mikiru's pols bungelen. De pijl miste het borstkas en sloeg een meter of 8 voorbij de paal in de grond. Mikiru kon zijn ogen haast niet geloven. Poeh, dat is fantastisch. Hij wilde het projectiel al gaan ophalen, maar hield hem tegen en wees naar de rol zeildoek. Er bleken nog 3 van die werfspieren in te zitten. Mikiru was een echte sportman met een geweldige oog-handcoördinatie. Speerwerpen kon hij al en het duurde niet lang voordat ook hij deze nieuwe werptechniek onder de knie had. Zijn vierde worp raakte het doel en sloeg een flink gat in het leren borstpanzer. Halt gaf een bewonderend schouderklopje. Ik wil dat je dit aan al je vrienden voordoet, zei hij. En dan moeten jullie meer van die speerslingers maken en spiezen, zodat jullie allemaal kunnen oefenen. We hebben nog een week of 8 voordat de sneeuw begint te smelten en ik wil dat minstens 30 jongens met het wapen overweg kunnen als we Arisaka gaan aanvallen. Mikiru stond enthousiast te knikken. Hij vond het al de hele tijd vervelend dat hij en zijn kameraden nog niet echt mee hadden kunnen doen. En zijn vrienden voelden hetzelfde, dat wist hij. Nu kregen ze een kans. Vertrouw maar op Halt-san, we zullen klaarstaan als het lente wordt. Hij maakte een diepe buiging. Halt knikte tevreden. Daarna liep hij met Wil terug naar de barakken. Mikiru ging de pijlen ophalen om nog wat te oefenen. Zo, ze zullen nog dadelijk opkijken als ze proberen ons te omsingelen, merkte Halt op. Hoofdstuk
48. Vind je het echt een goed idee? Vroeg Evelien, die zich blijkbaar zorgen maakte. Alice keek op van de plek waar ze haar spullen in orde bracht. Nee, helemaal niet, maar het is in elk geval een idee. Het enige idee wat we hebben tot dusverre. Ik hoop alleen dat jij net zo goed bent met die slinger van je als je altijd beweert. Ik heb nooit beweerd dat ik heel goed ben. Misschien dat anderen het zeiden, maar ik niet hoor. Alice keek haar metgezel cynisch aan. Dat mag er wel zo zijn, maar ik heb je nog nooit horen zeggen dat het niet klopte. Hun discussie werd onderbroken doordat iemand lichtjes op de deurpost klopte van de kamer die ze deelde. Binnen, riep Alice. En een schuifdeur ging opzij voor Hinamatsu. De edelman keek zorgelijk. Hij keek naar het bed en zag er allemaal spullen klaar liggen. Arisan, zei hij met een buiging in haar richting, ik zie dat u vastbesloten bent door te zetten met dat plan van u. Ik ben bang dat u geen andere keuze hebt, Hinamatsu. Uw mensen weigeren het woud te betreden, tenzij wij kunnen bewijzen dat de verschrikking gedood is. En een betere manier om het voor de kaart te krijgen heb ik nog nooit gehoord. Maar kunt u dan niet proberen met een andere big of misschien een geit als lokaas? Alice schudde vermoeid het hoofd. De verschrikking heeft laten zien dat hij helemaal niet een beest geïnteresseerd is. De enige reden waarom het of het biggetje dood maakte, was om te voorkomen dat het ons waarschuwde. Daarna heeft hij het met geen vinger meer aangeraakt. Het wezen bleef gewoon onder onze bomen zitten wachten of we ooit naar beneden zouden komen. Het heeft blijkbaar alleen van mensenvlees, dus ben ik deze keer de big. Ze wachtte even en keek Evelyn toen aan. Je zou tenminste kunnen protesteren tegen hoe ik het formuleerde, stelde ze uitdagend voor. Maar Evelyn vond het niet grappig. Nee, Alice, dat is allemaal veel te ernstig om er grapjes over te maken. Het is vreselijk gevaarlijk wat je voorstelt. Ik wil erg veel vertrouwen in mij en mijn vaardigheid en met de slinger. Waarom trekken we geen strootje om te bepalen wie lokaas mag zijn? Nimatsu's ogen schoten gedurende het gesprekje heen en weer van het ene meisje naar het andere. Hij knikte een paar keer. Je riskeert nogal wat, Arisan. Is Evan Insan inderdaad wel zo goed met de slinger? In ieder geval heel wat beter dan ik met de speer, antwoordde Alice. Dus was het alleen maar logisch dat ik met het lokaas speel en zij de jager. Een wederzijdse vriend zegt altijd dat ze met de kogel uit dat ding een mug een oog uit kan schieten. Ik ben bang dat het lichtelijk overdreven is, protesteerde Evelyn. Alice trok een wenkbrauw op. Nou, dat had je dan wel eens je ene mogen bekennen. Evelyn besloot dat ze maar beter kon zwijgen. Ze wist wel dat het sarcasme van Alice alleen maar een kwestie van zenuwen was. Wat het lange meisje van plan was, dat was bijzonder gevaarlijk. Misschien deed ze wel alsof het allemaal niet zoveel voorstelde, maar ze was natuurlijk best bang. Hoe dan ook, ging Alice verder. Als het eenmaal zover is, zit ik veilig achter en onder mijn schild. Jij daarentegen moet je open en bloot laten zien om onze grote kat aan te pakken. En ze wees naar het grote houten schild dat ze volgens haar tekening hadden laten maken. Het was bijna 2 meter hoog, rechthoekig en licht gebogen. Het was eigenlijk niet anders dan een kopie van de schilder van de Kikori. Het was de bedoeling dat ze zich mee zou verdedigen tegen de aanval van de Kyofu. Nimatsu schuchte eens diep. Hij voelde alleen maar bewondering voor de moed van dit grote meisje uit het buitenland. Maar hij was bang dat zij het evengoed niet zou overleven. Nou, ik blijf erbij dat ik er maar niks vind, zei hij, alsof hij zich maar beneerlegde dan. Hij wist dat hij haar niet zou kunnen overhalen. Alice stond in een brede grijns, maar dat was een grijns zonder veel vrolijkheid. Ik geef toe, ik heb er eens leuke vooruitzichten gehad, maar zoals ik al zei, een beter plan heb ik van niemand mogen horen. Er is vlakbij hen klonk steeds het geluid van een uil. Toen ze hem de eerste keer hoorde roepen, kreeg Alice meteen kippenvel. Nu was ze eraan gewend. Het geluid hoorde bij het nachtelijk decor, net als het geritsel af en toe van kleine nachtdieren die beneden tussen de bomen hun dingen deden, dat suizen van de wind door de takken van de bomen. Ze stond met haar rug tegen de grootste en dikste boom die ze hadden kunnen vinden. Het schild stond pal voor haar. Ze had haar linkerarm door de leren lussen gestoken, zodat ze het ding elk moment kon optillen of verschuiven. Zo kon ze net over de rand kijken. Aan haar riem hing rechts het zakje mes van Evelyn. Dat was wel korter, maar in een echt gevecht ook gemakkelijker te gebruiken dan een veel langere sabel, tenminste als alles zou gaan zoals gepland. Ze had 2 speren naast zich in de grond gestoken. Niet dat ze dacht dat ze veel aan zou hebben, maar je wist maar nooit. Verder had ze hoofd, gezicht en rechterarm omwikkeld met stijve leren riemen als bescherming tegen de klauwen van de verschrikking. Want ze wist inmiddels bijna zeker dat het om een grote katachtige moest gaan. Ze had allerlei verhalen gehoord over tijgers en hoe juist die dieren in staat waren stil en zonder dat iemand het merkte een prooi te verschrokken, bijna als geesten. Ze kon zich niet voorstellen hoe een groot lom dier zoals bijvoorbeeld een beer dat zou kunnen. Ze leunde tegen de boomstam. Haar benen deden pijn van het lange staan. Ze
stond al een paar uur en intussen was de kou steeds hoger in haar benen geklommen. Haar spieren waren helemaal verstijfd. Ze wou dat ze een paar minuten kon gaan zitten, maar ze wist dat het onhandig zou zijn als het monster ineens opdook. Zolang ze bleef staan, kon ze meteen reageren door het schild voor zich te trekken, waar de aanval ook vandaan kwam. En de boom was prima rugdekking. Ze bewoog haar benen één voor één om het bloed weer een beetje te laten stromen. Daarna wipte ze wat op het ene op het andere been. Dat hielp even, maar maakte het alleen maar erger, zodra ze weer stil blijft staan. Ze vroeg zich af hoe laat het intussen was. De smalle maansikkel was al een hele tijd verdwenen en de schaduwen onder de bomen waren zwart en diep. Ze keek omhoog naar de hut die ze gebouwd hadden in de boom recht tegenover haar. Ze kon maar net het silhouet zien met dat van Evelien erbovenop, die daar de wacht hield. Die kon tenminste zitten, dacht ze, en dat was... Er klopte iets niet meer. Ze voelde het gewoon. Er was iets veranderd in het woud om haar heen. Haar hart klopte in haar keel, terwijl ze probeerde te bepalen wat en waar en hoe. En daar had ze het. De uil was opgehouden met roepen. Zonder dat ze zich ervan bewust was, had ze elke keer naar elke schuw staan tellen. De uil slaakte zijn droeve kreet met grote regelmaat, altijd nadat ze ergens tussen de 150 en 160 geteld had. En nu was ze al bij 173. En daar was iets. Vlakbij. Boven de rand van het schild schoot haar ogen heen en weer en probeerde de duisternis te doorboren. Ze hoopte vurig dat ze het roofdier zou zien voor het aanviel. Of in elk geval dat ze zou weten van welke kant het beest zou komen. Alice, op links, op links. Evelien's waarschuwing klonk schril door het stille bos. Alice draaide zich bliksemsnel naar links en tilde het schild op, terwijl ze iets snel op zich af zag komen. Er knalde iets enorms tegen het schild en ze werd een paar meter opzij gegooid. Wanhopig probeerde ze haar schild vast te houden, haar enige verdediging. Ze kwam op haar rug in de poedersneeuw terecht, gled een eindje door. Alle lucht was met een oef uit haar borstkas geperst. Ze snakte naar adem. Een enorme, zware en ongelooflijk sterke gestalte viel nu bovenop haar. Haar enige redding was het gebogen schild, waarvan ze krampachtig wegkroop. Ze voelde hoe het monster eraan begon te rukken en ze klemde het leren riem met bovenmenselijke kracht tegen zich aan. De Kiyofi begon boven haar te grommen en te grauwen, woedend om de harde laag die zijn prooi bedekte. Hij sloeg er met zijn klauwen naar en beet met enorme tanden in de rand. Zoals grote katachten gewend zijn, was het beest op zijn achterpoten overeind gekomen om met een enorme uithaal van zijn voorpoten de buik van zijn prooi open te rijden. Maar de lange nagels sloegen niet in week vlees, maar in hard hout, versterkt met stroken ijzer. Het eerste versplinterde ze, het tweede vertoonde diepe groeven waar de klauwen langs geschraapt waren. Het beest snauwde en grauwde geërgerd, terwijl het lange splinters zich diep in het zachte vlees tussen de iltkussens van zijn poten boorden. Ergens onder het harde oppervlak moest heerlijk warm mensenvlees en mensenbloed verscholen zitten. Wist hij maar een manier om het eronder uit te krijgen. Evelien zag vanuit haar ooghoek hoe de Kiyofu tussen de bomen uitsprong. Ze kon nog net een waarschuwing schreeuwen voor het monster met haar zijn hele gewicht tegen het schild sloeg en Alice omver kegelde. Tot dat moment werkte alles volgens plan. Het meisje slaagde er voorlopig ook in het schild tussen haar en het roofdier te houden. Nu moest Evelien aan de bak. Ze schopte het opgerolde touw over de rand van haar platform, gleed een stuk naar beneden en liet zich de laatste meters vallen. Ze had de slinger al klaar in haar rechterhand en legde een van haar eivormige lode kogels in het zakje. Ze draaide het projectiel een paar keer rond om snelheid te maken en liet het toen gaan, recht op het roofdier af. Het leek alsof de tijd vertraagde. Ze zag dat de Kiyofu inderdaad een grote katachtige was, veel groter dan de woestijnleeuw die Sleten haar wel eens had aangewezen toen ze door Arida trokken. Deze was werkelijk enorm, met een witte vacht met vage grijze strepen. Een sneeuwtijger dus, dacht ze. En toen trof haar kogel doel. Met een akelig geluid sloeg het tegen de linker schouder van het dier. Ze hoorde het bot onder de vacht breken. Automatisch herlaadde ze haar slinger en daar ging de tweede kogel al. Bang! Het tweede schot raakte het beest in zijn ribbenkast. De tijger krijste van pijn terwijl de rib het begaf en keek met zijn grote kop op van zijn prooi om te zien van welke kant hij nu zelf belaagd werd. Onder het schild kon Alice horen hoe de kogels vlak naar elkaar insloegen. Meteen na de eerste voelde ze de druk op het schild weer afnemen toen het monster gedwongen werd zijn pijnlijke en nu nutteloze linkerpoot op te tillen. Ze hoorde de tweede kogel doel treffen en de Kiyofu hield op met zijn pogingen om haar het schild van haar af te trekken. Terwijl het beest opkeek om te zien wat het hem zo pijn deed, voelde Alice de druk op het schild afnemen en kon zijn rechterarm weer bewegen. Ze liet het schild los en ging met de kracht der wanhoop naar het Saksische mes. Evelien mikte intussen zorgvuldig waar ze haar derde kogel liet inslaan.
deze keer hoog op het linker achterpoot bij de heup. Weer werd het bot verbrijzeld en ineens vloeide alle kracht uit de linker achterpoot van de tijger weg. Daardoor kwam er niets terecht van de reuzensprong waarmee het dier op zijn verse belager had willen afspringen. Het dier kwam een beetje overeind op zijn rechterpoot, maar zakte naar links weg toen zijn voor- nog zijn achterpoot zijn gewicht nog bleek te kunnen dragen. Vooral de achterpoot deed bovendien veel pijn en in een wilde woede beet de tijger naar de wond alsof het een lastig insect was. Net toen het beest zijn lijf daarvoor in een bocht naar achteren wrong, trof Evelien's vierde kogel met afschuwelijke kracht de schedel van het dier. Tegelijkertijd wist Alice om de rand van het schild heen haar vlijmscherpe Saksische mes in de onderbuik van het beest te steken en de lange snee in de huid te kerven. Het monster begon te brullen van pijn en verbijstering. Het was duidelijk dat de normale brani van het beest plaats had moeten maken voor doodsangst en ongeloof. Het was mank, het was zwaar gewond en wist nu ook dat het snel zou sterven. Toen viel het op zijn zij in de sneeuw, die snel rood kleurde van het tijgerbloed. Alice probeerde het alle macht onder haar schild uit te kruipen, buiten bereik van de laatste stuiptrekkingen van de Kyofu. Evelien schoot haar te hulp en greep haar arm, trok haar mee en hielp haar op te staan. Daarna vielen ze elkaar in de armen. De Kyofu slaakte een laatste hortende kreet en bleef toen stil liggen. "Hij is dood," zei Evelien verdoofd. Alice zei niets. Ze was zo geschrokken, daar onder haar schild, dat ze dacht dat de laatste minuut geslagen had. Ze draaide zich om en moest overgeven.